Heb jij ook altijd al willen gluren bij de buren? Nou, vanaf nu kan dat elke week bij Hot en Gespot. Lekker binnenkijken bij een bijzonder huis in Brabant. Nou, we beginnen in een bos. In deze flat namelijk, daar woont Nina van der Goor. Op het eerste gezicht niet echt bijzonder, totdat je binnen bent geweest. Hoe zou jij jouw huis het beste kunnen omschrijven? In een paar woorden of? Ja. Nou, het is kleurrijk, zou ik wel denk ik zeggen. En ja, het is wel een speels huis of zo. Het is niet allemaal perfect volgens de regels, maar het is ja, gewoon van alles door elkaar heen en toch wel met een idee erachter. En wat voor mens woont hier? Nou, er woont hier in elk geval wel een creatief mens, denk ik. Ja, we wonen sowieso met z'n tweeën, dus ik ben niet de enige mens die hier woont. Maar ik ben wel qua interieur, denk ik, de meest dominante mens die hier in het huis woont. Ja, ik ben wel, dit huis is wel, het is natuurlijk een... Het heeft jouw handtekening. Ja, ja. Het is niet een huis van zo is het ooit gemaakt en zo moet het de komende 20 jaar blijven en alles heeft zijn plek en dan kan niks meer veranderen ofzo. Het is wel een huis in beweging. In deze kasten staan dus gewoon heel veel van ja, al mijn verzamelingen, zeg maar. En een heel bijzonder stuk wat ik erg leuk vind is deze olifant. Dat is een oud reclameobject uit de jaren 50 of zo van Terlenka. Dat was een, ik geloof een merk stof of garen of zoiets. Ik ben erg blij dat ik hem heb. Veel dingen kunnen wisselen, maar jullie slaapplek niet zo te zien. Nee, dat is mij ook een beetje tegengevallen. Want ik was in eerste instantie zelf altijd een flexibele slaper. Die overal in het bed kon liggen. Maar dat bleek voor mijn vriend toch wel wat anders te liggen. Want toen wij nog niet samenwoonden, heb ik een keer meegemaakt dat wij een beetje ruzie kregen. En ik had eigenlijk helemaal niet door dat we ruzie hadden. Want het was namelijk zo, ik was in mijn eigen toenmalige kamer waar ik toen woonde. Mijn vriend was bij mij. En ik lag gewoon lekker alvast in bed. En hij kwam ook naar bed en hij zei van, ja, wat doe jij aan mijn kant? Ik had zoiets van, aan jouw kant? Ik lig gewoon in bed. Dus toen was het wel grappig, toen kwamen we hier een keertje die letters ergens tegen. En toen dacht ik van ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel leuk om dat dan een beetje als een soort knipoog ook wel naar die ruzie die we ooit gehad hebben. Om dat dan voor eens en voor altijd daar vast te leggen. Nou, dit is mijn, dit is echt een beetje een meisjeskamertje zoals je wel ziet. Het is, ik denk niet dat de mannen zich hier echt op hun plek zullen voelen. Het is eigenlijk een logeerkamertje en daarnaast herbergt het kamertje mijn schoenencollectie, die best wel groot is. Ja. Ja, ook allemaal leuke jurkjes en dingen aan de muur. Dingen die ik echt mooi vind, die ik het wel waard vind, zeg maar, om echt te laten zien. Zeker. Erg leuk, zigeun erin, helemaal goed. Deze ruimte is hierboven. Mm-hmm. Waar gebruik je deze voor? Ja, dit is eigenlijk een beetje mijn creatieve kamer, zeg maar. Mijn kamer, het is ja, enerzijds een beetje een soort studeerkamer, maar tegelijkertijd ook wel een waar ik al mijn creatieve projecten, zeg maar, uitvoer. En een van mijn creatieve projecten is eigenlijk deze muur alleen al. En ja, daar ben ik zelf wel heel erg gelukkig mee. Ben je hier veel? Ik ben hier niet zo heel veel, maar het is wel zo. Als ik een keertje wat rommel wil maken of wat langer aan iets bezig ben, dan zit ik dat inderdaad wel hier te doen, ja. En wat ook heerlijk is vanuit hier, is dat je hier aan de dakterras zit. Dus het is wel een hele fijne kamer, ja. Enner, heb jij nou ook een bijzonder huis? Of ken je mensen met een heel speciaal, freaky huis? En wil je dat heel Brabant dat ziet? Laat het ons dan weten. Mail het naar hotengespot@omroepbrabant.nl.